Hoe ga je eigenlijk om met alle aandacht? Want jij bent wel een starboy. Ik trek me daar vrij weinig van aan eigenlijk. Ik heb iets opgemerkt. Als jij scoort, doe je altijd dit. Je doet het ook goed. Ja. Je doet het ook ja, goed. Ik heb het veel geoefend in de spiegel thuis. Kijk eens. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Let Him Cook. Mijn naam is Junne Vertongen. Op dit moment bevind ik mij in de Belfius Basecamp, waar ik sta te wachten op een voetballer die op dit moment een oefenwedstrijd heeft. Dus ik ga jullie nu meenemen. Voor de mensen die Maxime de Kuyper nog niet hebben zien spelen, een aanrader, ik zweer het. Fijne speler, echt een fijne voetballer. Altijd als ik naar zo'n wedstrijden kijk, dan heb ik altijd zin om gelijk mee te spelen. Maar eerst dat je op het veld staat, dan ga je beseffen waarom je geen prof meer bent geworden. Goeie wedstrijd, man. Ik vond het niet zo goed, maar nee. Nee, man. Je gaat nu omkleden. Ja. Ja, oké, dan gaan we koken, man. Dan gaan we koken, man. Let hem koken, jongen. We zijn nu al onderweg naar Jan Breidel om daar lekker te gaan koken met Maxime. Ik ga hem beter leren kennen, jullie gaan hem beter leren kennen. En zoals jullie weten, komen we met de uniekste vragen. Hier zijn we dan in het Jan Breidel Stadion. Hier is de bak vol met ingrediënten. We hebben hier aardappelen, kaneelpoeder, ajuinen, zwarte peper. Dus als jullie scherp zijn, weet je wel meteen wat we gaan flippen in de keuken. Laten we meteen aan de slag gaan. Ja, Max, hier zijn we dan. Hey, maatje. We gaan mijn lievelingsgerechtje, maat. Precies. En wat is het precies? Normaal is de juiste benaming hete bliksem, maar ik zeg gewoon laagjes. Gewoon laagjes. Dus, gewoon dus vandaag gaan we gewoon laagjes maken. Laagjes, okay. Ik zie dat je iets van hem mee hebt. Ja, ik heb een truitje mee, anders wisselen we even. Ja, laten we ruilen. Want dat is belangrijker voor mij. Precies, dit is voor jou. Neem ik even het truitje. En zoals jullie zien, heb ik dus een truitje van Maxime de Kuyper. En omdat ik zo vrijgevig ben, zoals altijd, ga ik dit weggeven. Zorg zeker dat je de video afkijkt om kans te maken op deze truitje. Dus gaan we gaan beginnen, man. We gaan beginnen. Let's go. Hier staan we dan, Max, in de keuken. Ik ga je een schort geven. Alsjeblieft, jongen. Merci, mat. Dan gaan we vandaag hete bliksem maken. Ken je dat eigenlijk? Nee, eerlijk gezegd... Dus... Nee, eerlijk gezegd niet. Ik kende het gerecht wel. Maar ik wist niet dat het hete bliksem noemde. Vind je het lekker? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, ja, ja. Kun jij zelf koken? Ik sta elke dag in de keuken. Dat is een leugen. Maar wacht nou. We gaan even kijken naar het recept. Dit zijn de ingrediënten die wij nodig hebben. Dat heb ik ook doen. Stap 1 is verwarm de oven voor op 180 graden. Dus, dat kun jij al doen. Ja, moet ik dat doen? Gaan we dat niet samen uitzoeken? Kom, we gaan dat samen uitzoeken. Oké, hoe gaan wij beginnen? Jij bent het met mij eens dat de bovenste de oven is, hè? Sowieso. 180, hè? Ja. Zo, hè. Volgende stap. Kook de aardappelen gaar in gezouten water. Dus we moeten aardappelen koken in gezouten water. Dus gaan we die eerst snijden, maat? Ja, eerst snijden. Oh, die zijn al gesneden. Dat zijn appels. Deze zijn appels, hè. Maar we hebben niet de appels nodig. Maar waarom niet? Ah, dit kook zijn de aardappelen. Ik ben niet goed wakker. Aardappelen. Die zijn al... Die zijn al gesneden. Ja. Jij bent geboren in Knokke, toch? Ja, jongen. Vertel eens even, hoe is het om op te groeien aan de kust? Ik kan het niet missen, maat. Ik kan het niet missen. Ik ben vorig jaar 2 jaar naar Westerlo geweest. En ik was blij dat ik elke keer kon terugkomen eigenlijk. Ja. Het is gewoon een speciaal gevoel aan de kust. Ja, okay. Het strand, het zeetje. Ik kom van Antwerpen. En Antwerpen is echt wel stad, stad. Ik heb dat niet zo graag. Nee? Nee. Je hebt liever de strand. Een beetje rust. Dus, dat is heel druk. Heb je leren voetballen? Op het strand? Of? Dat was gewoon direct op een voetbalveld of thuis in de tuin. Allemaal erin? Ja. Wacht op. Hé! Je hebt nog niet te veel in de keuken gestaan. Nee. Eerste stap is gezet. Eerst aan. Hoe is het eigenlijk opgroeien in Knokke? Of ben jij meer in Brugge? Ja, vroeger was ik sowieso meer in Brugge, want ik ben sinds 8 of 9 jaar al naar Brugge geweest. Dus ik zat ook op school in Brugge. En dan trainden we s'avonds. Had ik een hele dag les. Hadden we soms 8, 9 lesuren. Ik weet niet of dat bij u was, maar ik heb goed gestudeerd vroeger.
En dan, ja, de training was laat, dus ik kwam soms s'avonds om 8:30 thuis en dan moest ik nog studeren en zo. Dus ja. De eerste 4 jaar was zwaar. We hadden toen eigenlijk 4 uur 's morgens les, wat we nodig hadden. En dan hadden we gewoon 's middags een maaltijd. Dat was toen ook wel een sportmaaltijd, denk ik, dus dat was wel meestal in orde. Uh-huh. Dan een uur studie en dan gingen we naar de club. Dus ik denk dat we zo rond 2 uur of zo op de club waren. Dus dat ging eigenlijk wel, dat was goed geregeld en ook vrij vlot. En keken de andere leerlingen anders naar jullie? Alleen naar u vooral? Ik weet niet, misschien dachten sommige mensen dat wel, maar die zeiden dat niet tegen ons. Dus ik heb me daar eigenlijk ook vrij weinig van aangetrokken, omdat andere mensen keken naar ons. Ja, dus de leerkrachten. De leerkrachten waren niet zo van, jij hebt mij niet vergeten, hè, later. Hmm. Want die zijn er altijd. Hè. Nu af en toe gebeurt het wel eens dat ik zo van de een of andere leerkracht een bericht krijg. Een DM'tje. Ja. Antwoord je dan, ben je heikles? Nee, ik antwoord. Ik kan het u bewijzen ook. Hmm. Ik ben gewoon een normale gast. Ik ben niet zo heikles als u, hoor. Ja, ik ben... Jouw profdebuut, dat was wel een mooie. Hè? Dat is wel een profdebuut om u tegen te zeggen. Neem ons mee. Jouw eerste wedstrijd. Vertel de kijkers tegen wie het was. United thuis. Was eigenlijk een heel mooie week. Sander Koek, hè? Sander Koek, dat hebben we gevoeld ook. was eigenlijk een heel mooie week. Want net die week had ik eigenlijk een nieuw contract getekend bij Brugge. En ik was daar die dag om te tekenen. Toen de voormalige coach was toen Clément. En die kwam toen ook binnen om even proficiat te zeggen. En dan zei hij erbij, dat was 2 of 3 dagen voor de match, ja, ik heb misschien nog een extra cadeau voor u. Boek in de basis. Dus, tegen de grote mannen, tegen de Lingard en zo. Ja, die was er inderdaad nog bij. Dat was heel speciaal. En neem ons mee, welke gevoel ging er door uw lichaam vanaf het moment dat je hoorde je zit bij de selectie, starting 11? Ik was er eigenlijk echt vooral mee bezig. Ik was zo die match in mijn hoofd aan het afspelen, heel de week zo. Van hoe gaat dat zijn? Ik weet, dat is echt iets raar. Je kon niet slapen en zo? Slapen ging wel, maar ik was er wel mee bezig. Want dat is echt moeilijk. Ik denk als je de eerste keer ooit in zo'n stadion speelt. Dus ook direct United. Dus het was niet een match in de beker of zo. Nee, klopt. De eerste wedstrijd, was het in Jan Breidel of was het in... was hier. Maar ik denk dat we wel een probleem hebben. Waarom? Wat is het probleem? Want ik denk dat we die appels moeten schillen. Ben je altijd al een Club Brugge fan geweest? Of, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben opgegroeid met mijn vader die diehard club is. Hmm. Dus die heeft me beginnen meenemen op zijn schoot vroeger, want toen kon dat nog. Ik moest toen geen ticketje hebben. En daarom is die liefde voor de club gegroeid. Ik heb iets opgemerkt. Als je scoort, doe je altijd dit. Dit. Klopt. Je doet het ook goed. Ja. Je doet het ook goed. Ik heb het veel geoefend in de spiegel thuis. Kijk eens. Dus bij jouw volgende doelpunt... Maar ik ga er even tussen komen. Ik ga niet uitleggen waarom. Je gaat niet uitleggen waarom? Ik ga niet uitleggen waarom. Maar waarom? Is gewoon... Er is ooit een situatie gebeurd met Tuur en Daan. Ja, vertel even wie Tuur en Daan zijn. Want ik weet het al, jullie zijn een kliksje, maar... Dus we waren met drie, met Tuur Dirks en Daan Heijmans in Milaan. En er is op die moment... We waren s'avonds gaan eten en daarna een feestje. En tijdens dat feestje is er toen een speciaal moment gebeurd waarop dat Daan opeens dit deed. En sindsdien is dat ons altijd bijgebleven en hebben we gezegd, we houden dat gewoon onder ons. En als er iemand scoort, doen we dit. Oké, je vraagt je waarschijnlijk af waarom ik sinaasappelen bij heb. Inderdaad. Heel simpel, jij krijgt 3 pogingen om zoveel mogelijk hoog te houden met een sinaasappel. Heb ik wel een beetje ruimte van nodig. Ja. Let's go. Wacht, hoeveel had je kunnen maken? Sinaasappel moeilijk. 15 misschien, 15? Max. Ik zeg het, ik heb ruimte nodig. Ik heb ruimte nodig. Ja? Die laatste doe ik daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Max, kijk eens, jullie zien het. Kijk, ik weet niet of het bestuur van Brugge meevolgt, maar als jullie een contract hebben. Wij worden ook niet betaald om tegen sinaasappels te trappen, hè, vriend? Maar jullie zien mijn kwaliteiten, dus. Stoof de uien aan in een klontje boter, doe er het gehakt bij en bak.
Oké, dus. Ajuinen snijden. Ja. Weet je hoe dat dan moet? Kijk, weet je hoe ik dat doe? Mm-hmm. Ik ben dat vergeten, hoe heb ik dat vorige keer gedaan? Bro, jouw tijd bij Westerlo. Ja. Dat is fantastisch, hè? Dat was denk ik de tijd van mijn leven. De tijd van je leven. We hadden echt een superleuk ploegje. We hadden echt een vriendengroep gewoon, die ook gewoon naast voetbal echt vrienden waren. Kijk eens aan, voor de mensen die zeggen dat ik niet in een keuken kan staan, zie dus. Dit kan je niet als je niet in de keuken staat. Hè. Mooi manje. Dit kan je alleen als je ervaring hebt. Hè. Ik ben dat vergeten, hoe heb ik dat de vorige keer gedaan? Je hebt die ook niet fijn gesneden of zo, man. Je hebt zelfs geen moeite gedaan. Ik ga dit vastpakken, ja, en ik gietsen erin. En ga gietsen erin. Maar niet alles, hè, want anders is dat te veel, denk ik. Goh, nu zijn we vertrokken, zijn vriend. Nu zijn we vertrokken. Hoe ga je eigenlijk om met alle aandacht? Want jij bent wel een starboy, als ik het zo mag zeggen. Maar jij ook eigenlijk, hè? Nee. Dan weet je de vraag aan u of niet? Het gaat nu om u, het gaat nu om u. Ik trek me daar vrij weinig van aan, eigenlijk. Want denk je dat dat misschien komt door mijn opvoeding? Door thuis? Altijd voetjes op de grond? Want voilà. Ik vind het nog steeds een beetje raar wanneer dat ik ergens kom en iemand zegt, hey Junior. Je vindt het echt leuk als je herkennen, hè? Ja, maar natuurlijk, het is toch leuk als je een beetje herkenning krijgt, of niet? Dan weet je dat je job goed doet, of niet? Dat is wel waar. Een beetje algemeen gekend dat voetballers vrouwelijke aandacht krijgen. Hè? Hoe ga jij ermee om? Ik vertrouw heel moeilijk personen, dus ik laat die moeilijk toe in mijn omgeving. Dus waarom? Ik denk dat het wel positief is. Want anders zou ik misschien iemand tegenkomen die... Die op mij verliefd is geworden voor het voetbal en niet voor de persoon. Nee, dus klopt. Ik moet daar een beetje mee opletten, denk ik. De eerste laag wordt gelegd van het gerecht laagjes. We zitten met je patatten eigenlijk. Dat ziet er fantastisch uit bij u. Bij mij gaat het ook allemaal soepel. Hè? Ik ben aan het kruiden op gevoel. Je moet eens proeven, hè. Nee. Ik wil de spanning erin. Ja, ik heb wel honger eigenlijk, dus. Hoe kijkt jij naar het eerste elftal eigenlijk? Het is sowieso een nieuwe, jonge generatie. Ja. Daar zit wel echt veel kwaliteit bij, vind ik. Ja, maar ik denk dat het moeilijk is om te vergelijken. Om nu al te zeggen van we zijn beter dan de vorige generatie of we zijn minder goed. Jij lijkt een feestbeest, maat. Hoezo? Ja, je hebt precies veel te vieren. Vakanties, ja. Ja, ik zeg het, Interlandbreaks. Interlandbreaks. Ik heb dat nu niet meer. Ja. Ja, en dan gewoon nieuwjaar, dan hebben we een week vakantie. Hè. Ja. Maar mag jij, het wel eens, hè? Maar bent jij een feestbeest? Ik doe dat wel eens graag. Ja. Maar niet... Allee, ik kan ook gewoon echt een maand thuis zitten gewoon en niet weggaan. Ja, wat doe je dan als je thuis bent? Ben je een gamer of... Vroeger wel. Maar nu, het is heel lang geleden dat ik gespeeld heb eigenlijk. Ja. Ik denk dat ik vooral bezig ben met mijn hond. Met je hond? Hoe noemt je hond? Juliette. Ja. Dat is je schatje. Dat is het enige vrouwtje waarvan ik hou. Ja. Naast mijn ma natuurlijk. Maar ik doe ook echt veel met mijn vrienden gewoon. Ja. Dus ik ben liever weg met mijn vrienden dan ik voor tv zit of zo. Ja. Want ik heb dat ook nodig. Ja, als ik mijn vrienden niet heb, dan ben ik ook niet gelukkig. Ja, nee. Dus jij bent wel zo'n jongen die heel veel geeft om zijn entourage eigenlijk. Ja, exact, maat. Dus, dat heb jij mooi verwoord. Ja. Ja. Ik krik het, dat is zwaar verbrand. Maar dit kan nog gefixt worden, denk ik. Maar het valt wel mee. Het valt nog goed mee. Ik kom bij de laatste stapjes, bro. Ik ga dit er even overgieten. Dit gaat nu de oven in. Want we zijn bij de laatste stapjes zonder handschoenen. Don't try this at home. We made it. Kijk eens hier. We made it. Dank u wel, matje. Smakelijk, jongen. Geniet ervan. Smakelijk, jongen. Ik hoop dat je kunt genieten ervan. Broeder, waar zie jij jezelf over 5 jaar? 5 jaar? Wauw. Droom groot. Ik hoop vaste waarde nationale ploeg. In clubverband misschien Spanje of zo. Spanje, top 4. Top 4? Dat zou heel mooi zijn. Welke club? Het liefste Barça eigenlijk. Ja. Zeg maar Barça. Ja. Real supporter, hè. Beste kijkers, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de aflevering. Maxime, bedankt voor je tijd. Met veel plezier. Vergeet niet dat jullie een gesigneerd truitje van Maxime de Kuiper kunnen winnen. Dus bekijk de comments voor de instructies. En ik zie jullie snel terug bij de volgende aflevering. Ciao. Kort daarna maakte je eerste doelpunt. Ja. Welk gevoel ging er door jouw lichaam heen?
onbeschrijfelijk. Je kunt er alleen maar van dromen. Lukt dat of ben je al aan het sukkelen? Nee, nee, ik kom goed. Je kunt de leiding nog steeds nemen. Geen probleem.